Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe Deep Rock Galactic video en het is terug feest! Het is de vijfde verjaardag van Deep Rock Galactic, niet precies, maar ongeveer de vijfde verjaardag van Deep Rock Galactic. En er zijn overal ballonnen en kijk hoe cool ze de bar hebben gemaakt. Kijk hoe chic. Wat zit hier? Earn a fat bounty for the recovering a trophy. Incompetent pilot accidentally ejected valuable cargo. Hey! Oh! Hey, je zit ook dripped out. Heb je een speciaal bier? Nee. Ik zou altijd een saaie oude hebben. Geef hem maar de red. Well, blast of hoe dat noemde, jongen. Het fles is echt te fel. Kijk hoe cool dat allemaal is. Echt leuk dat ze al deze tijd hier hebben ingestoken. En ja. Het is tijd voor een missieke. Als je de assignment complete voor de verjaardag, heb ik vorig jaar ook gedaan. En ik heb daar deze, waar is hem? Deze hoed aan overgehouden. En nu ga ik die assignment ook doen, maar ik heb nog altijd niet mijn Rockbox assignments gedaan. Het ding gedaan. Dus ik ga deze missies even doen en dan gaan we de anniversary assignment doen. We zitten in de cave, zoals je ziet is mijn gun helemaal gold. En ik weet niet zien, mijn skin is ook helemaal gold. Want ik heb de verjaardags DLC gekocht. En nu is alles gold. Oh, meteen onze eerste boss. Allee, boss, gewoon een big fight. Easy. Hier is een lootbug. Kak, heel wat bots. Alles is cooler met deze loot. Oké, het is gewoon een alien egg missie. Kom aan, deze bot kan ik niet aan. Dat moet Bosco allemaal doen. Dat kan ik echt niet. Waar is eigenlijk de prospector? Moet er niet zien dat je wegraakt, hè? Oké, ik hoop dat dingen mij gaan verdedigen terwijl ik deze hack. Voilà, ze. Oh, waar is hem? Nee. Maar die moet ik ook al reloaden. Oké, nice. Oh, ik hoor iets. Is hem naar hier gegaan? Waar is hem heen gegaan? Ik weet nog wat hij zo chaotisch is. Hier is hem. Kill hem gewoon, dan kunnen we gewoon rustig verder gaan met de missie. Appatee. Oké. Dat was al meteen een hectisch begin. Maar nu tenminste een patrolbot, companion en de golden, ik bedoel niet de golden cube, maar de data cube. Oké. Nu, hier zijn heel veel bolo caps, maar daar kom ik zoiets vast naartoe. Maar ik hoor net zo'n ding, ik weet niet, een raar geluid. Dat lijkt, ik denk aan zo'n een cargo crate. Oké. Chilitra. Allee. Dat is zo irritant, hè. Oh, wacht. Misschien, ik had waarschijnlijk ook een golden pickaxe skin. Die heb ik gewoon niet aangezet. Oeps. Ik heb ook zo'n hele mooie kleuren set. Dat zo goud met wit is. Allee, ook nog een meteoren. Oké, je gaat erin vallen. Hey! Ik heb mijn eigen staan zo'n hele dikke en dan kun je er iets speciaals uit krijgen. Toch even het goud pakken terwijl de meteoren aan het vallen zijn. Dat is echt chaotisch. Is dit het? Nee. Hè? Nee, de. Waar is de big meteor? Er is zo'n meteor dat ik zo van die harten uitkrijgen. Oké, die zal ik wel vinden. Nu is het eigenlijk tijd van ons eerste ei. Het zijn maar vier eieren, het is geen lange missie. Dat is toch nodig. Oh, dat is ook in zo'n.
Zo'n nest. Zo'n baby nest. Hier zei hij aan mij. Nu al. We zijn echt maar 1 seconde bezig aan we nu al een swarm. Waar is dit een missie, jongen? Het zal aan die verjaardagsmissie al van die dingen gebeuren. Oké, ik ga toch die Bulu of Bulu cap pakken. En ik haat het als je secondary objectives niet kunt completen. Ik hoor omdat je ze niet kunt vinden. Er zijn een paar altijd. Oh, bommers. Ik moet de andere ook uit de lucht knallen. Nee. Knal eerst die zak uit de lucht. Dat is te laat. Nu gaat hij ontploffen met die zak. Ah, we gaan even rustig reloaden, oké? Oké, als ik deze assignment heb gedaan, ga ik sowieso hierna voor de assignment voor de hurricane, de guided hurricane system. Dus dat is eigenlijk nog een gun voor de gunner. Dat is weer zo'n ding, hè. Kom aan, ja. Ik heb beide zakken, ik kan hem rustig neerhalen. Waar is dit eigenlijk de uitweg? Ga je naar hier, was het, hè? Waar is eigenlijk die big fat meteor gevallen? Ik hoop dat die nog tegenkomen. Of zal, kan het gewoon zijn dat er meteoren vallen zonder zo'n meteor valt? Zou ook wel kunnen. Ben ik hier nu al genoeg geweest? Ja. Ik moet echt leren stop met ontdekken als er een wave bezig is. Nee, er is niks meer. Hij is allemaal dood. Kom aan! Oh, let's go and helm! Waarom gebeuren er zoveel dingen? Oké, plessengrenade. Misschien heeft hij maar 1 ontschild of zo. Oké, die helm, nice! Er gebeuren echt veel dingen. Deze mensen zijn. Oh, dat is mijn patroonbot. Deze mensen zijn echt packed met content. Oké. Als deze wave gedaan is, zullen we die helm wel even activeren. Oké, de wave is gedaan. Oeps. Laten we de helm even activeren. Hij gaat waarschijnlijk in zo'n irritante plaats zitten, hè. Oké, dat is daar helemaal. Dus ik moet er even naar beneden. Een Glyphid. Wacht! Dat is een Glyphid Crestus Detonator. Die heeft al dat goud. Waarom gebeuren er zoveel dingen? Waarom is de missie zo vol met content? Is dat nog de veiligheidsmissie? Dat ik gewoon blijf van geluk. Dit is het bulkiest, dikste beest ooit. En als die ontploft, als je die kilt, dan ontploft die in een bal vol met goud. Dus het is belangrijk dat je die kilt in een omgeving. Alleen in een afgesloten omgeving, dat je zoveel mogelijk van dat goud kunt profiteren. Nee, niet ontploffen, niet ontploffen. Want ik denk dat als hem ontploft, als hij die aanvalt, is je sowieso knocked. Oké. Okay. Jongen, mijn ammo is ook al gewoon al bijna op, hè. Niet ontploffen, hij is ontploft. Of toch niet, hij is gewoon getagd. Kill hem gewoon. Oh kak, Sweet was... Oh, dat is wrongelijk. Sweet was er, ik heb niet gekeken. Was er pots of gold in de shop, dan was het al fantastisch geweest. Oké, kijk hè. Hier is hem. Ik ga hem killen. Kijk hè. En er is overal goud. Oké, ik ga het allemaal hakken. Ik zie jullie wanneer het allemaal is gechopt. Ik eerst mijn wapen pakken. Ik zie jullie wanneer ik het allemaal heb neergehaald. Want nee, ik ga echt niks laten liggen. Alsof al dat goud nog niet genoeg was. Er is ook nog letterlijk een gouden klomp hier 1 meter vandaan. Dus je ziet, het is allemaal gehakken. Daar hebben we ook nog 2 veins van goud. Dus dat is een totaal goud aantal naar 917. Echt belachelijk veel goud. Maar natuurlijk al dat mining kon ik niet laten zien, want dat was gewoon veel te saai. Dus wat is dit hier? We moeten wel nog wat oppassen voor. Alleen moeten we nog altijd uitkijken waar is die. Is die dingen, die ene lost miner. Waar die helm voor hebben gevonden. Dat is het Bolo Cashflex vergeet. Maar nu begin ik echt na te denken of verjaardagsmissies gewoon beter luck hebben, want. Dat kan gewoon niet anders, hè. Dat,
Dus dat er zoveel gebeurd is. En ook nog dit! Dit is maar de vijfde keer in mijn leven. Ik weet ook niet eens wat het is, maar het is zo'n speciale alien ding. Wat, omdat er ook zoveel gebeurd is, heb ik ook letterlijk geen kogels meer over. Ik heb nul kogels. Kijk, waar is het? Waar is de rare alien dingen? Waar is het? Hoe ziet je opgerichte wijze dan het graan nog verder weg? Allee, waar is dit ding? Allee, Bosco, jij weet toch altijd wat die dingen zijn. Maar dat is gewoon iets raar, iets aliens. Dat had iets te maken met cores, met overclocks. Ik denk dat dan, is dat een empty core? Maar die krijg je normaal van ik denk dat een empty core, kijk de naam van dit ding. Inderdaad, dat is een hele naam. Is dat een empty core kunnen zijn? Ik moet gewoon die paddenschoen hier kunnen gaan poppen. Waar ben ik er allemaal bezig? Oké. Okay. Nitra, eindelijk. Ik heb heel snel Nitra nodig. Want als er nog een wave komt, hè, heb ik Bosco en een pickaxe. And that's it. Dus ik moet heel snel resupply kunnen inroepen. Ik zit nu... Oh, ik zit op genoeg. Nice, ga even resupplyen. Dus ik even deze pallenstoel. We gaan eerst naar boven klimmen. Hier is iets. En nog een pallenstoel. En nog 0,1 Nitra. Oh, daar is een... Zo'n minerals. Oh, daar is ook nog een ei. Ik was al helemaal vergeten welke missie we aan het doen waren. Dat deze missie gewoon te crazy is. Ik weet al wat ik allemaal in deze tunnel ga zetten. Deze video is het volgende video. Oké. Hier, ik ga even naar dat ei. Oh, wacht, dit ijs wordt wel... Oh nee, wacht. Ik wou zeggen dat het ijs wordt worden dat er enemies gaan inspawnen, maar ik heb terug kogels. Geen paniek. Maar terwijl ik aan goud aan het hakken was, er waren ook enemies naar me toegekomen. En ik moest die allemaal pickaxen. En ik moest een oppressor pickaxen. Maar daar zijn ze. Eerst die spitter kapot knallen. Waar is Bosco? Oké, ik moet zien dat hij het... Laat het vallen, Bosco. Ik zei, laat het vallen. Oh, oeps. Oké, dat is ook nog een beetje Jadis erbij. Even mijn shield uppen. Waar word ik gehit? Door die vieze... Dat is een vieze acid spitter. Oké. Okay. Even naar boven klimmen. Kom aan. Hoppaté. En daar is nog een bulocap. Mag ik uiteraard niet vergeten. En hier is nog meer goud. Zou het 1000 goud... Ah, stel je voor als ik de potse gold had gemist. Stel je voor als het potse gold was en ik heb het gemist. Je weet wel hoe immens veel goud ik dan heb misgelopen. Maar ik zou blij moeten zijn. Ik heb sowieso al dit goud. Ja, misschien tikken we 1000 goud aan. Nog twee veins. Misschien nog een Cressus detonator. En dat zou gewoon te crazy zijn. Ik weet gewoon, gaat jij maar het ei pakken? Ik zal zoeken voor deze Jadis. Kijk, toon me de Jadis. Ik ben dichterbij aan het geraken. Voilà. Allee, mule. Oké. En het is een oppressor. Uiteraard. Oeh, die granaat was satisfying. Even shields. Ik ga even dit. Ik weet dat je dat ei hebt. Hier. Kijk eens met deze oppressor. Ik zeg nu, pickaxes zijn zo goed tegen oppressors. Oh my. Oh, die smash was niet in zijn weak spot. Ik wil zeggen, deze skins heb ik voor alles gekregen. Dus ook voor alle andere klakkers. Niet alleen maar voor de gunner. Ik zal je op het einde van de video te zien hoe mijn klaker eruit ziet. Spoiler, heel cool. Oké. Okay. Nog één ei. En dan kunnen we al terug loes. Ik zeg het, het is geen lange missie. En normaal is het toch geen lange missie.
Maar de nest die ze in deze missie hebben gestoken. Ik moet gewoon nog 2 bolo caps halen en ja, ook nog 1 ei. Oh kak, hier ben ik al geweest. Hier hou ik niet van. Hier hou ik helemaal niet van. Ik vind dat deze game. Oh, dat is het laatste ei. Als ik hier nog in deze ruimte ergens 2 dingen kan vinden, zou wel goed zijn. Ah ja, wacht, dat ding nog. Ik mag dat ding niet vergeten. Weet je dat ene rare ding? Dat paarse ding? Was dat goud? Oh, die zijn weer boos, hè? Kijk, was dat goud? Heb ik iets gemist? Is er nog nieuw? Is er een gang achter? Nee, het goud is hier. Oh, dat is Jadis die ik heb vergeten. Oké, moet ik af naar hier. Ik heb die nodig voor het einde Jadis. En dan gaan we die minor dingen verzamelen. Maar ik ga die borrow caps niet vinden. Hè. Ik heb al een gevoel. En ja, de 1000 goud zal ook niet lukken, want deze keer is het lekker super klein. Hey, tuurlijk! Pretorians, zijn beste vrienden. Ik ga wel eens dat ik jullie gewoon harder bombardeer. Dan alles wat er ooit gebombardeerd is in de Tweede Wereldoorlog. Hoppa, deze hebben we gewoon allebei dood. Fantastisch toch. Oké. Als ik me niet vergis was dat ene ding daar ergens. Alleen dat ene ding. Waar was het? Oké, daar helemaal. Dus dat betekent dat ik hier links moet. Daar krijg je een pickaxe fragment uit. Ik denk dat het een van de enige manieren is om pickaxe cosmetics te krijgen. En ook gewoon ook heel veel materiaal. Dus eigenlijk gewoon een supply crate, maar dan iets anders. Waar is dat ding boven mij? Heb je dat ooit zitten liggen of zo? Oh, dat is die trofee! Natuurlijk, ik moet de trofee niet vergeten. Dat is natuurlijk verjaardag zijn van die trofeetjes. Waar is het ding nu? Oké, het zou nu recht onder moeten zijn. Ik ga dan ook gewoon recht onder mijn hakken, hè. Tip nummer 1 van caving. Hak nooit recht onder, want het valt misschien in lava. Hier is het. Oeh, nice. Alle juicy stuff hier. Oh, heel veel goud. Misschien is het toch genoeg voor de 1000, maar ik denk het niet. Claim loot. Ah, voilà. Nieuwe pickaxe for discovered. De bughide. Nu moet ik gewoon nog hier uitzien te geraken. Wat niet al te leuk gaat zijn. Kom aan. Ik vind het wel leuk dat ze pickaxe cosmetics een beetje anders hebben gemaakt dan de rest. Een beetje zeldzamer. Maar het maakt ze ook wel leuk om te krijgen. Echt waar. Oké, we zien er eindelijk uit. We noemen die gewoon ook ergens vinden met die 2 bolo caps. Of bolo caps. En ik moet die trofee niet vergeten die daarboven ligt. Weet je, daar is nog zoiets waar ik kan hakken? Nee, dat is denk ik niet een van die eindmissies, hè. Maar kom maar, ik heb echt alle paddenstoelen gepakt. Hey! Alle paddenstoelen gepakt die ik heb gezien. Maar toch mis ik er. Dit is waarom ik side objectives haat. Even naar boven klimmen. Misschien wil ik even wat backtracken, want daar is ook mijn trofee. Want in de begin area ben ik eigenlijk heel snel geëvacueerd. Ik ga dit gewoon even meesnoepen. Dus ik evacueerd. Want ja. Ik moest eigenlijk evacueren. Dat was gewoon ik weet niet hoeveel. Ah, er is ook nog meteoren gevallen. Was ik ook al vergeten. Hoe werk je terug naar boven? Oh, die crashes, dat heeft er allemaal opgeblazen. Gewoon 2 paddenstoelen. En ik moet gewoon zien te weten. Zien waar die trofee ligt. Die trofee ligt recht achter mij. Oh, hier kon ik graven. Ik heb nog nooit gezien dat hier een meteoriet al is gevallen. Oh. Dat is nieuw. Voilà. Waar ligt nu de trofee? Ah, hier ligt hem. Meer performance points. Maar hier ben ik blijkbaar al geweest. Oh, hier is 1 bolo cap. Dat is eigenlijk nog erger, want dan gaan ze mij laten met 1 nog om te vinden. En ik haat het wanneer side objectives opnieuw, want side objectives zijn zo belangrijk. Je krijgt daar zo immens veel dingen van.
Keer trofeetje. Nee, we hebben net 1000 goud niet gehaald. Spijtig. Hier is een paddenstoel. Ga ik nu echt eens een missie eindigen met 1 Voodoo Cap te weinig? Nee, dat kan niet. Ik ga het toch nog even heel grondig bezoeken hoor. Hoor. Ik weet niet wat dat voor zin was. Ik weet ook niet wat dat voor shield was. Nee, ik ga deze spawn eigenlijk nog echt... Op een of andere manier dacht dat ik die jump ging halen. Ik moet de spawn eerder wat meer gaan onderzoeken. Hier moet sowieso nog iets zijn, weet je. En daar is ook nog een gang te graven. Maar ik heb al zoveel ontdekt. Ik denk niet dat er nog iets nieuws gaat zijn. Maar misschien is er in die gang net zo een nieuwe paddenstoel. Ik hoop het. Maar niet daar, waarom ook niet. Maar al deze graafplaatsen zo goed verstopt, hè. Of dat het achter de gigantische kristal of dat worden ze gebombardeerd door meteorieten. Je raakt er niet bij. Oké, hier moet toch wel nog een nieuwe bolo cap zitten. Waarom is het eigenlijk nergens een grote meteoriet? Als er nog meer content zijn geweest. Kom aan. Die is niet meer een nieuwe plaats zonder bolo caps. Ik zie dat daar denk ik in. Nee, hey. Ik haat deze kristal, dat is een bolo cap. En een Jadis. Die daar genoeg buiten zijn dingen spawnt. Oké. Heb ik genoeg. Zou er echt geen dikke meteoriet zijn? Dan. Allee, dat zou wel heel leuk zijn. Kom naar hier, man, Molly. Oké. Nog wel extra Jadis erbij. En een secondary objective completed. Objectief. En dat zal alles zijn geweest. Hier is gewoon een ei achter. Achter de ijzer, ik gewoon terug daar. Wat is dat? Ah, dat paard is gewoon klaar ontdekt. Oké! Dit was een heel dikke missie. Om het om nog lichtjes uit te drukken. Dus laten we nu back to the drop pod gaan. Oké, de drop pod, waar landt hem? Hier. Allee, hier. Daar. Soms probeer ik eerst naar de droppot te raken zonder Molly. En dan ga ik verloren. En als ik dan de missie niet haal, zal het heel zuur zijn. Oké, ik ga het toch proberen. Race tegen Molly. Oh, hier is nog goud! Oké, nee, sorry. Die 1000 goud wordt aangetikt. Ik kan het niet. Oh, deze thumbnail gaat vol met dingen zitten. Het gaat geen mooie thumbnail zijn. Het gaat een dikke thumbnail zijn. Ik zal extra P erbij knallen. Nog wat meer AP erbij knallen. Allee. Oké, ik heb de race al verloren, maar het is toch maar super dichtbij. Of niet, eigenlijk ben ik er eerder, want de deuren zijn nog dicht. Oké, meer als 1000 goud. Dat is gewoon... Echt, als ik nu pot gold heb gemist, hè, dat zou echt zo zuur zijn. Oké, ik kan niet wachten om zo het scherm te zien met alle juicy stuff die we hebben gedaan. Op het begin van deze video was ik even rap een fles water gaan halen. Daarom was ik ook buiten adem in het begin van deze video. En ik heb gewoon niet gedronken. Dus laten we even een welverdiende sip nemen. En zo zien we eruit. Kijk eens hoe mooi. Die XP is vet. En 1018 gold mined. Dit is gewoon een van de dikste, vetste missies ooit. En het was maar een 4... Egg hunt dingen, hè. Dat is letterlijk de makkelijkste, snelste missie er is. Maar toch hebben we met deze anniversary missie er toch zoveel van kunnen maken. Ik wil nog even kijken of ik iets krijg voor deze missie al te completen van deze assignment. Kom aan. En? Heb ik al iets? Yep, we krijgen nog wat extra stuff. Ziet je rechtsboven dat, zo, dat icoontje bij mijn naam staan? Dat komt ook omdat ik die dingen heb gekocht. Oké, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie bij de volgende. Bye bye.